eigenlijk het hele spectrum aan zorg of aanverwante dienstverlening voor ouderen in deze regio. De RSZK is ook een ouderenorganisatie die graag naar de toekomst kijkt. En wij zien dat die toekomst natuurlijk heel hard aan het veranderen is. Wij vinden dat ouderen en de zorgvraag verandert. Verandert onder die externe druk, maar ook de technologie. En eigenlijk willen we de moeilijke dingen juist omarmen. Wij willen die technologie en onze medewerkers eigenlijk een soort van verbinden met elkaar om die toekomst aan te kunnen. Ja, de technologie kan ons echt helpen om die kwaliteit van zorg te verbeteren. En eigenlijk in ultieme vorm. Want de manier die wij nu aan het implementeren zijn, is dat de medewerkers veel meer ondersteund worden met die techniek. Ze kunnen met tablets en iPhones kunnen ze zien wat er voor die cliënt nodig is. En omgekeerd kan de cliënt dat zelf ook zien. De uitdaging rondom identity en security, veiligheid. Nou, onze medewerkers waren allemaal wel al een beetje gewend om met een computer te werken. Maar niet op basis van eigen inlognaam, dat we wisten wie is er aan het werk. Nee, dat was allemaal onbekend. Dat hebben we nu veranderd. Dat we zeggen, nou, iedereen is uniek. Dus iedereen logt zelf in. Nou, en dat hebben we met de identity management oplossing die we via RealOpen IT nu geïmplementeerd hebben. Hebben we het gerealiseerd dat medewerkers wel één keer hoeven in te loggen, maar dat het wel weten wie het is. En dat ze ook alleen handelingen doen op hun eigen naam. Ik moet 12 keer inloggen, 12 verschillende gebruikersnamen, 12 wachtwoorden. En dat is wel heel vervelend. Nou, dat hebben we wel meteen opgepakt. Maar we waren met heel applicatielandschap bezig. Dus we zijn op een gegeven moment hebben we de keuze gemaakt om Office 365 te gaan. Office 365 betekent ook weer uniek inloggen. We hebben gekeken van wat kan er, hè, als wij toch naar die Office 365 gaan, Microsoft. Wat daarin kunnen we meenemen op iets van identity management. Maar we hadden ook wel gekeken van, we willen meer dan alleen dat één keer inloggen. We wilden ook weten van, als je een bepaalde rol hebt, een bepaalde functie, dan is het toch ook zo makkelijk dat in de applicaties ook meteen dat bekend is. En dat je niet nog een keer met allerlei, dat je daar weer een gebruiker moet aanmaken. Dus we hebben ervoor gekozen om te kijken naar oplossingen zoals van Microfocus. Dat we zeggen van, nou, daarin zit ook de vervolgstap die we willen doen. Maar we wilden ook op een gegeven moment op het mobile device cliëntinformatie beschikbaar gaan stellen. We hebben gezegd, ja, maar wacht, dan is het zo belangrijk dat we ook tweeweg-authenticatie invoeren. Want op het moment dat cliëntgegevens op een mobiel device beschikbaar zijn, moeten we zeker weten wie het is. Dus dan hebben we als extra hebben die tweeweg-authenticatie ingevuld. En dat geeft ons dan in ieder geval de zekerheid, zowel ook qua wet en regelgeving voldoen we aan heel veel eisen, maar ook naar de medewerker toe een stuk veiligheid van, we weten zeker dat jij het was die daarmee werkt en niet iemand anders die toevallig jouw gebruikersnaam of wachtwoord heeft ontfutseld. En eigenlijk vinden we dat de grote sleutel is dat de techniek en de medewerkers, dat is onze kracht. En wij willen steeds meer die twee met elkaar verbinden.